drugs worden Whitney uiteindelijk fataal. De omstandigheden rond haar dood domineren wekenlang de Amerikaanse media. Een van de hoofdpersonen is de Nederlander Raffles van Exel, die de zangeres jarenlang zou hebben voorzien van cocaïne. Weet je, ja, ik weet het niet. Ik vertrouw hem niet echt, weet je. Ik bedoel, ook het feit dat hij dus een foto van Whitney genomen heeft toen ze in de casket lag, ja, dat doen een vriend niet.